Yo mensen, Jarask hier en welkom bij weer eens een keertje een oud vertrouwd ouderwets achterwaarts Black Ops 2 commentary. Op de achtergrond gameplay kijk je naar een Scar Haan nuclear gehaald op 6 tegen 6 domination. Ik heb een quickzone en adjustable stock op staan en mijn perks die zijn Dexterity, Scavenger, Toughness, Hardline en Flak Jacket. Zoals ik eigenlijk een jaar lang heb gebruikt op Black Ops 2, want dat is gewoon de chillste setup die je aan kan zetten. Ik speur op de achtergrond gameplay expres met de Scar Haan om gewoon even jullie te laten zien dat je op Black Ops 2 soms ook gewoon nog een keertje heel snel doodgaat. Want op Call of Duty Ghost ga je dood in ongeveer 2 à 3 calls. Dus dat is natuurlijk heel erg veel. Maar de Scar H is ook een wapen. Die killt ook ongeveer altijd op elke afstand die je ook maar schiet. Long range, short range en de mid range afstanden in 3 calls. Dus met dit wapen ben je ongeveer even snel dood. En kill je ongeveer even snel als jij in Call of Duty Ghost andere mensen kan killen. Dus ik dacht, dit is wel gewoon een leuk voorbeeld. Dan heb je toch een beetje het element van Call of Duty Ghost er natuurlijk in zitten. Dat ik zo snel mensen kan killen. Ik gebruik natuurlijk de Blackbird, de UAV en de EMP systeem. Zodat ik gewoon lekker iedereen op mijn minimapje kan staan. En de Blackbird, oftewel de Orbital Fist, het is zo overpowered van hier tot Tokio, man. Dat ding, je kan alles erop zien. Je kan zien waar de enemies lopen. Je kan zien welke kansen oprichten. Je kan zien waar ze naartoe lopen. En het verbaast me nog wel dat je niet kan zien met welk wapen ze spelen of zo. Of dat ze op een hoge streak zitten. Want als dat erbij had gezeten, dan was het gewoon nog steeds precies hetzelfde. Want het is zo, wauw. Als je de Orbital Visit haalt en je haalt er nog een en je haalt er nog een, heb je de nuclear gewoon al binnen. Je moet natuurlijk wel gewoon blijven opletten. Het draait nog steeds wel allemaal omdat je de enemies moet killen. En als ze naast je spannen of als er eventjes iets irritants gebeurt, ben je natuurlijk nog steeds wel gewoon dood. Ook al heb je de Orbital Visit in de lucht hebt hangen. Maar het is gewoon wel echt super chill om te gebruiken. Ik speel hier in een party met Santino die aan het kutten was. En met Wessel die ook aan het kutten was. Dus ik was de enige serieuze persoon in deze game. Die probeerde een normale score neer te gaan zetten. Want mijn team zat ook te kutten. En de enemies zaten ook half te kutten. Al waren ze wel serieus aan het spelen. Maar waren ze gewoon noobs. Dus de achtergrond gameplay spoelt gewoon lekker door op de achtergrond. Natuurlijk, Call of Duty Ghost is een Call of Duty. Het is een Call of Duty met niet meer de hoeveelheid actie erin als jij in Black Ops 2 had. En daarom zie ik ook op mijn kanaal dat nog steeds elke Black Ops 2 video die ik upload minimaal 1000 likes krijgt. Soms 1200, soms 1300, soms 1500 likes. Omdat jullie gewoon houden van actie. En voor YouTubers is het iets als jij een filmpje maakt en je maakt een achterwaarts commentary erover. Je maakt een live commentary erover. Moet er gewoon genoeg actie in zitten. Ik zal zometeen om 9 uur ook nog een filmpje uploaden. Dan probeer ik in Team Deathmatch een live camstrike te halen. En je zal het einde zien dat er gewoon geen actie meer in zat. En dat ik de gameplay ook gewoon afkut. Want als er geen actie meer in zit, dan is het ook niet meer leuk om naar te kijken voor jullie. Dus voor YouTubers is het op deze manier op dit moment heel erg moeilijk om gewoon nog steeds echt die actievolle gameplays te blijven uploaden. Natuurlijk, ik probeer het nog steeds elke dag voor jullie te doen. Soms eventjes camstrijken tussendoor waar lekker veel actie in zit. Soms een live commentary tussendoor waar ik bijvoorbeeld Cranked in speel. Of waar ik bijvoorbeeld gewoon Domination in speel. Waar ik maar een stukje van de gameplay laat zien. Omdat het anders gewoon een beetje te langdranig wordt. En je soms loop je ook 2 minuten rond zonder ook maar 1 enemy tegen te komen. En het schiet dus niet allemaal meer op Call of Duty Ghost. Maar het is wel zo, de PlayStation 4 gaat morgen uitkomen in Europa. Ik weet voor 25% zeker dat ik hem misschien binnenkrijg. En voor 75% zeker dat ik hem gewoon pas eind december binnenkrijg. Dus ik hoop dat ik hem natuurlijk zo snel mogelijk binnenkrijg. Ik hoop dat ik hem morgen binnen heb, maar dat is nog niet zeker. Dus ik zal op Twitter jullie updaten of ik hem heb of niet. Maar ik hoop wel dat de PlayStation 4 en de Xbox One, dat natuurlijk pas volgend jaar gaat uitkomen, iets gaat toevoegen aan gewoon Call of Duty Ghost. Ten eerste, de graphics zijn 20 keer beter. Je kan veel meer dingen zien. De schaduwen zijn beter. De plantjes zijn beter. De huizen zijn beter. Maar bij mij draaien de graphics niet echt om Call of Duty. Ik vind dat Call of Duty moet draaien om actie, actie, actie. En niet om het spel mooier te maken of om dit, dat, dit. Gewoon actie. De punt uit. Dat is Call of Duty. Daarom speel je ook Call of Duty. En Ground War gaat er natuurlijk in worden toegevoegd op de next gen consoles, PlayStation 4 en Xbox One. Alleen, er zijn al heel veel films online gekomen van dat Ground War niet echt heel veel toevoegt. Ik heb er zelf ook al 3 weken geleden een commentary over gemaakt dat waarschijnlijk Ground War ook niks zal toevoegen. Maar ik blijf gewoon die hoop houden. Je gaat nu, als jij Ground War gaat spelen op Call of Duty Ghost en je gaat dus op de next gen spelen, een map cycle komen, een selectieve map route komen van alleen maar de grote mappen zoals Stormfront, Stonehaven, Octane. Alleen maar de grote mapjes gaan erin terugkomen. Strikezone gaat er niet meer inkomen. Warhawk gaat er niet meer inkomen. Dus ik hoop dat bij de eerstvolgende update voor de PlayStation 4, voor Call of Duty Ghost, dat gewoon weer Ground War erin wordt toegevoegd met elke map. Dus ook Strikezone, ook Warhawk. Elke map moet er gewoon inkomen en niet meer een selectief aantal mapjes. Natuurlijk, als jij Black Ops 2 gaat spelen, krijg je ook geen standoff in
ground war. Maar dat komt omdat Black Ops 2 gewoon veel sneller loopt. Er zit veel meer actie in. Dus standoff is ook gewoon geen map dat je in ground war moet krijgen. Maar je krijgt bijvoorbeeld wel weer raid. Wat ook gewoon een klein mapje is. Dus dat moeten ze in Call of Duty Ghost ook gaan toevoegen. PlayStation 4 komt morgen uit, mensen. Mocht je er zin in hebben, geef een duimpje omhoog. Mocht je morgen de PlayStation 4 binnenkrijgen, laat dan even weten in de reacties. En ik hoop dat ik hem ook binnenkrijg. Ik weet het dus niet zeker. En het is gewoon puur afwachten. Maar... ja, we zien het wel, weet je. Mocht je meer Black Ops 2 willen zien, geef deze video een duimpje omhoog. Want het was gewoon weer een normaal ouderwets nucleertje gehad met de Scar haal. Dus bedankt voor het kijken. Ik heb zin in de PlayStation 4. Niet alleen zin in Call of Duty Ghost, maar ook gewoon zin in de Gran Turismo game. In Battlefield 4, dat je 32 tegen 32 kan gaan spelen. In Killzone, wat natuurlijk van Nederlandse makers is. En wat ook gewoon een vet spel is om te spelen. En natuurlijk om gewoon echt een hele nieuwe graphics look te krijgen op de next gen, de PlayStation 4. Dus... ik heb er zin in. Ik hoop dat ik ze zo snel mogelijk binnenkrijg. Ik weet het nog niet zeker. Ik update jullie over Twitter. Zoals ik normaal gesproken ook gewoon doe. Dus vergeet me niet te volgen op Twitter. En dan zeg ik voor vandaag. Tot de volgende keer maar weer. En bye bye mensen.